video van vandaag ga ik jullie wat tips geven over hoe je heel makkelijk kunt besparen op beautyproducten. Voordat ik begin, excuseer ik me vast even voor de gekke geluiden die je misschien hoort. Het waait echt heel erg hard buiten en mijn huis is een beetje gehoorig. En daar kan ik helaas niks aan doen, dus het kan zijn dat jullie af en toe wat gekke dingen horen. Dan weten jullie waarvan het is. Als eerste is het natuurlijk heel erg belangrijk om te weten welke aanbiedingen er zijn en ook wanneer winkels van aanbieding wisselen. Nou is het bijvoorbeeld zo dat Kruidvat en Ethos meestal één keer in de 1 à 2 weken wisselen van aanbieding. Winkels als Ici Paris, Douglas, Body Shop, Rituals, wat dan ook, die wisselen vaak 1 keer per maand. Dus het is wel handig om het een beetje in de gaten te houden, want dan weet je van oké, nu zijn er misschien geen aanbiedingen die voor mij interessant zijn, maar op een ander moment misschien weer wel. En dan weet je wanneer je kunt kijken wanneer het weer de moeite waard is. Ook is het zo dat bijvoorbeeld folders van Kruidvat, Ethos, Trekpleister, dat soort winkels, die staan meestal al vanaf zondag online. Dus dan kan je vast kijken wat er, de aanbiedingen van komende week zijn. Als tweede is het heel erg belangrijk om te weten hoe een aanbieding werkt. Heel vaak is het bijvoorbeeld zo tweede halve prijs. Nou, soms is het zo dat dan het goedkoopste product voor de helft is. Maar vaker is het zo dat dan 25% kassakorting wordt berekend. Hetzelfde is eigenlijk bij tweede gratis of 1 plus 1 gratis. Dan wordt het vaak gewoon, wordt het totaalbedrag genomen, gaat daar 50% korting af. En je hoeft dan niet twee dezelfde producten te nemen. Je hoeft niet eens twee producten met dezelfde prijs te nemen. Ik wilde bijvoorbeeld op een gegeven moment een serum van Olaz. En dat was iets van 30 euro. En dat vond ik gewoon te veel om zomaar hup uit te geven. Zeker aan een drogisterijproduct. En toen was er de aanbieding tweede gratis. En toen heb ik er een vrij goedkope face wash of zo heb ik er toen bij genomen. En die was iets van 7 euro. Ik zeg vrij goedkoop, maar relatief goedkoop. En dat werd dan bij elkaar opgeteld. Hup door de helft. En dan ben je echt een stuk goedkoper uit. Dus ik had er een hele goede deal aan. En zo geldt het eigenlijk altijd wel bij Kruidvat, bij Ethos. Zo gaat die aanbieding altijd. Maar hou dus even goed de voorwaarden van een aanbieding in de gaten. Het is ietsje moeilijker om op luxe producten te besparen. Maar vaak heeft Ici Paris nogal goede aanbiedingen. En Douglas op zich ook wel. Bij Douglas is het vaak zo dat dan één merk een tijdje centraal staat. Dat je daar een extra korting op krijgt. Bij Ici Paris is het heel vaak zo dat je bijvoorbeeld stapelkorting hebt, hebben ze heel vaak met huidverzorging. Dus 1 product 10%, 2 producten 20%, 3 producten 30%. Zoiets doen ze vaak. En wat Ici Paris heel vaak heeft, en als dat er is, moet je er echt gebruik van maken, dat is dat je 40% korting regelmatig op bepaalde productcategorieën krijgt. Dat is eigenlijk 1 à 2 keer per jaar. Dan kiezen ze bijvoorbeeld of dat je op alle mascara's 40% korting krijgt, op alle lipproducten, op alle gezichtsreinigers. En als ze dat hebben, dan moet je er echt gebruik van maken. Want beter dan 40% korting wordt het met luxe producten eigenlijk niet. Nog een tip is om overal waar het kan een klantenkaart te nemen. En heel veel mensen vinden het irritant omdat je dan allemaal pasjes hebt. En dat is het natuurlijk ook wel. Maar het kan best wel veel schelen. Onder andere Ici Paris, Douglas, Kruidvat, Body Shop. Die hebben allemaal een klantenkaart. En de voorwaarde per kaart verschilt een beetje. Zo is het bij Kruidvat zo dat je punten spaart voor elke euro die je besteedt. En als je dan een bepaald aantal punten hebt, kun je een product uitzoeken. En je krijgt elke dag krijg je een speciale aanbieding in je mailbox. Er zitten ook wel eens goede dingen tussen. Bijvoorbeeld een keer was er 50% korting op alles van Catrice. En nieuwe producten heb je vaak ook nog best wel veel korting. Dat je het kunt uitproberen. Dus het kan wel handig zijn om ook dat te doen. Het werkt overal anders. Maar eigenlijk bij elke winkel loont het wel om zo'n kaart te hebben. Dus ja, doe het vooral als het kan. Hetzelfde geldt voor nieuwsbrieven. En nou is het natuurlijk een beetje irritant om altijd maar weer die nieuwsbrieven in je mailbox te krijgen. Maar het scheelt wel weer. En heel vaak doen merken en winkels, die hebben dan speciale kortingen voor mensen die de nieuwsbrief krijgen. Hetzelfde geldt trouwens ook voor Facebook. Vaak zijn er ook heel veel exclusieve Facebook acties. Dus ja, hou het in de gaten van bepaalde winkels. Ik weet bijvoorbeeld dat Ici Paris dat af en toe doet. Dan krijg je ineens hup 25% korting op alles. Nou, dat is natuurlijk niet verkeerd. Body Shop doet het ook regelmatig met dat je stapelkorting hebt of zo. En dat werkt dan alleen met de nieuwsbrief. Dus ja, het kan handig zijn. Nog een tip is om ietsje verder te kijken dan alleen maar de drogist of de parfumerie. Bijvoorbeeld als Albert Heijn hamsterweken heeft, dan is het heel vaak dat het sowieso tweede gratis is. En vaak doen merken als Dove en André Lon en dat soort dingen die gewoon de supermarkt te koop zijn, die doen dan ook mee.
Dus het kan handig zijn om dat ook een beetje in de gaten te houden. Bijvoorbeeld Dirk van den Broek of Bas van der Heijden of hoe die waar dan ook heet, hebben ook heel vaak hele goede aanbiedingen met dat soort merken. En vergeet natuurlijk ook de Action niet, want daar hebben ze vaak ook weer van die grote flessen, Dove, douche gel, shampoos en allerlei soorten. Dus kan ook handig zijn. Allerlaatste tip is: maak gebruik van de sale. En dat is natuurlijk een beetje logisch, maar hij hoort natuurlijk wel in deze video. Nou is het wel zo dat vaak beautyproducten die in de sale zijn, die gaan uit het assortiment, waren limited edition, krijgen een nieuwe verpakking. Dus hou er rekening mee dat het product dat je dan koopt misschien later niet meer verkrijgbaar is. Wat wel heel handig is, zeker om nu te weten, is dat na de feestdagen bij heel veel beautywinkels alle cadeaupakketten van de kerst en dat soort dingen gaan in de uitverkoop. Ik weet dat dat bijvoorbeeld zo is bij Lush en bij Body Shop. Volgens mij bij Rituals ook, maar dat weet ik niet zeker. Maar dat kan echt heel erg veel schelen, omdat sowieso een cadeaupakket al wat goedkoper is dan wanneer je alles loskoopt. Maar natuurlijk als er nog extra korting van afgaat, dan is het wel een hele goede deal vaak. De meeste beautywinkels hebben meestal 2 keer per jaar uitverkoop. Dat is eigenlijk altijd standaard meteen na de feestdagen. Omdat dan natuurlijk wel echt de cadeauperiode voorbij is en dan gaat hup alles in de sale. En vaak heb je ook nog wel in de zomer, maar echt de sale na de feestdagen is absoluut 10 keer beter dan wanneer je in de zomer in de sale iets koopt. Na het opnemen van deze video voel ik me net een soort Dagobert Duck die nergens geld aan uit wil geven. Maar dat is ook weer niet zo. Maar aan de andere kant, waarom zou je meer betalen voor iets dan nodig is? En zeker voor dingen als shampoo, haarverf, mascara. Eigenlijk alles wat je in de drogist koopt. Als je een beetje slim shopt, hoef je nooit de volle prijs te betalen. En als ik een beetje nadenk van wat ik zelf doe. Bijvoorbeeld ja, haarverf. Ik ga dat gewoon niet voor de volle prijs kopen. Omdat ik weet dat het wel 1 keer per maand minimaal wel is afgeprijsd. Nou ja, dan wacht ik wel even en dan sla ik in als het in de aanbieding is. En het scheelt gewoon ontzettend veel. Ik hoop dat jullie iets aan deze tips gehad hebben. Als jullie zelf nog tips hebben hoe je heel makkelijk kunt besparen op cosmetica, laat het weten bij de comments. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Ik heb gewoon 3 random producten gepakt waarvan ik dacht, ja, die hebben misschien wel potentie. Bij Action kun je niet